ouderen, jongeren en kinderen, hier, thuis, elders, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze predikant, dominee Mulder, voor. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Deuteronomium, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. De tweede schriftlezing is uit Galaten 1, vers 6 tot en met 9. Het thema van deze dienst is Sola Scriptura. Mededelingen namens de kerkraad. Vanmorgen was er een storing voor de uitzending, zowel de radio als via internet. Die is nog niet verholpen, dus ook vanmiddag zal daar hinder van zijn. Andere mededeling vanmorgen heb ik het wijkoverleg genoemd. De data waren per ongeluk omgedraaid. Aanstaande dinsdag is het overleg van wijk 7 en 8 en volgende week dinsdag zullen zo de Heere wil en wij leven. En 4 overleg hebben. De collecte, de fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor Stichting Messias Beleidende Joden in verband met Israëlzondag. Deze stichting verleent, zoals de naam al veronderstelt, aan Joden die Jezus als Messias beleiden, materiële en immateriële steun. De collecte voor de algemene kosten kunt u per bank overmaken. Details hierover zijn te vinden op de zondagsbrief en onze website neo.nl. We gaan nu de schotsalm, psalm 105, vers 5 zingen en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geef de gemeente genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmiddag over Gods woord. Het belang daarvan, de kracht daarvan. We zongen het al, zijn woord wordt
altoos trouw volbracht. En ook in de andere gedeelte gaat het over Gods woord. Nu ook in Psalm 81, vers 1, 4 en 15. In vers 1 zingen we zijn eer. Hem de eer toe om wie hij is. Hij heeft een bevel gegeven en ook zijn raad gegeven. Dus laten we samen die psalm zingen. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 49, vers 1. Zij rijk of arm, kom, luister naar dit woord. Psalm 49, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En vanmiddag wil ik graag het geloof met u belijden aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen.
en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Voordat we samen gaan lezen uit Gods woord, zullen we ook bidden om Gods zegen over de opening van het woord. Zullen we samen tot God gaan. Heere, om uw woord zijn wij hier vanmiddag bijeengekomen. En laat dan in het hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. Ja, laat ons vanmiddag verder thuis raken in uw geboden, in uw verordeningen, in uw woorden van genade en van eeuwig leven. In die woorden die ons de weg wijzen, die woorden die ons laten zien wie we zijn, die woorden die iets vertellen van u en van uw grote trouw en barmhartigheid. We danken u, Heere, dat u zich openbaart als de sprekende God. Dat u in de Bijbel laat zien wie u bent. En dat u terwijl uw volk, dat er wel mensen die eigenlijk bij u zouden moeten horen, nog zo vaak terug toegekeerd hebben. Dat u ondanks dat riep en sprak en dat nog steeds doet. Wij bidden u, Heere, om uw zegen. Als we gaan lezen uit Deuteronomium, Gelaten, als een stukje gaan lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Heer, u heeft uw woord gegeven, opdat wij zouden geloven. Schenk ons dan geloof, als we dat nog niet hebben. Versterk ons geloof, als het aangevochten is. Verdiep ons geloof, als het dat blijft hangen in de oppervlakte. Heer, geef uw zegen. Zo met elkaar uw woord gaan openen, heeft dat het mogen ontvangen als een zwaard om Satan te weerstaan, om de vijand van ons af te houden, om staande te blijven. Zegen uw woord als een lamp voor onze voet, om de weg te gaan. Zegen uw woord als zaad, dat gezaaid wordt. En laat het dan vanmiddag ook in goede aarde mogen vallen. En als er dan misschien een platgetreden pad is,
geen stenen zijn waardoor het geen wortel kan schieten. Heer, laat het in goede aarde vallen en laat het vrucht mogen dragen. Veelvoud. We danken u, Heer, dat we in alle rust uw woord mogen openen. We bidden u ook voor die mensen die dat niet kunnen. Voor uw kerk, die niet die mogelijkheid heeft, of veel moeilijk die mogelijkheid heeft, of door de overheid aan banden wordt gelegd. Heer, wij weten ons bevoorrecht en we vragen u ook om uw zegen voor ieder die uw woord vertaalt, voor ieder die uw woord verkondigt, voor mensen die opgeleid worden daarvoor. Legt u bijbelonderwijs, Heer, op verschillende opleidingen over deze aarde. Heer, gaat u zo ook door met uw werk. Laat het zo zijn als in Handelingen was, dat het woord groeit. Laat zo het woord groeien. En geef dat we er thuis in mogen raken. Opdat we weten wie u bent. Opdat we weten wie we in u mogen zijn. Grote God, geef ons zo een geopend hart. Verlicht ons verstand. Geef ons open oren. En zegen deze dienst. Zoals we hier in de kerk zijn. De kinderen bij de oppas en bij de parel. Geef uw zegen, Heren. Dat u ook zijn bij de techniek. Vanmorgen weet ik niet wat het moest. Heren, het is nog niet opgelost, maar we vragen u om uw zegen erover. Opdat uw woord ook op die manier digitaal zijn weg mag vinden. En dat vanuit de huiskamers of vanuit het ziekenhuis, vanuit binnen- en buitenland, uw woord gehoord en ontvangen en beaamd mag worden. Heren, we danken u ook voor geloofsbelijdenissen, die kaders geven, waardoor we uw woord beter leren verstaan, waardoor we zien wat u ons te zeggen hebt. Heer, is ook de Nederlandse geloofsbelijdenis. Help ons om te zien wat uw woord en wat die geloofsbelijdenis toen betekende. En help ook om te bezien wat dat voor ons vandaag betekent. Past u het zelf toe, door uw geest, Heer. Ja, spreek en laat het zo zijn. Dat uw gemeente hoort en uw woord mag ontvangen, aanvaarden en u daarom voor eeuwig mag loven en prijzen. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit Gods woord. Maar voor we gaan lezen uit Gods woord wil ik jullie graag dit plaatje laten zien. Er staan drie dingen op. En alle drie de dingen hebben te maken met de Bijbel. Wat zie je op dit plaatje? Noem eens één ding wat je hierop ziet. Wat valt je op? Als je eens goed kijkt, wat zie je dan precies? Ja? Nog één keer. Een zaklamp, ja. Dat klopt. Weet je waarom de zaklamp erop staat? Omdat de Bijbel zegt dat Gods woord een lamp is voor je voet. Want ja, een zaklamp die gebruik je niet nu. En waarschijnlijk thuis ook niet. Maar een zaklamp die gebruik je misschien op de camping of in het bos als het donker is. En dan schijn je en dan zie je precies welke weg je mag gaan. Een zaklamp, zo is Gods woord een licht op ons pad. En zeg het maar. Een zwaard. En jij ook? Jij is ook het zwaard? Ja, een zwaard. Ja, de Bijbel vertelt ons dat Gods woord een zwaard is. Een zwaard. Kun je er dan iemand mee doden? Nee, zo is het niet bedoeld. Het is een zwaard om je ook te verdedigen. Dat als de duivel, als er aanvallen komen op het geloof, dat je dan zegt, maar ik heb het woord van God en daar verdedig ik mij mee, zoals de Heer Jezus deed. De duivel zei, is het niet wat God gezegd heeft? En wat doet de Heer Jezus? Ja, maar hier staat, en zo verdedigt hij zich met het zwaard van Gods woord. Ja, een zaklamp, een zwaard. Dan? Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nu moet ik kiezen. Allemaal vingers. Ja. Zaadjes. Ja, heel goed. Want het woord van God is als zaad dat gezaaid wordt. En dat wordt dan, komt dan in de aarde. En als het in goede aarde valt, wat gebeurt er dan? Dan ontkiemt het, krijgt het wortels, gaat het groeien. En dan komt de vrucht. Zo is Gods woord. Als het bij jou in je hart binnenkomt, dan gaat het groeien en draagt het vrucht. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven van wat Gods woord is en Gods
Gods woord is zo veelomvattend en iets daarvan gaan we nu met elkaar ook zien in deze dienst. We gaan samen lezen. In Deuteronomium 4, vers 1 tot en met 9, aan Mozes het volk erop wijst hoe kostbaar het is dat God zijn geboden gegeven heeft. Vervolgens uit Galaten 1, waar Paulus erop wijst hoe belangrijk het is dat je bij Gods woord blijft. En vervolgens ook een stukje nog uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar wordt aangegeven dat Gods woord genoeg is. En als we dat met elkaar gelezen hebben, zingen we uit Psalm 78, vers 3 en ook vers 4. Waar het gaat over Gods getuigenis, over zijn onderwijs. En dat hopen we vanmiddag te krijgen. Lees nu mee, Deuteronomium 4, vanaf vers 1. Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen, opdat u leeft en u het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. U mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. Uw ogen hebben gezien wat de Heere gedaan heeft vanwege Baal Peor, dat de Heere uw God iedereen die achter Baal Peor aanging uit uw midden weggevaagd heeft. U daarentegen, die zich aan de Heere uw God vastgehouden hebt, bent heden allemaal nog in leven. Zie, ik heb u de verordeningen en de bepalingen geleerd, zoals de Heere mijn God mij geboden heeft, om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen? En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud? Alleen, wees op uw hoede en neem u zelf zeer in acht. Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Zover Deuteronomium 4. Gaan we naar het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 1, en dan lezen we vanaf vers 6. Leest u mee. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Zover Galaten. Lezen we in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 7. Vorige keer heeft dominee Van der Ree gepreekt vanuit de andere artikelen over het woord van God. En God leren kennen hebben we gezien. Dominee Van der Ree heeft al de vinger gelegd bij het woord van God. Dat je niet altijd begrijpt hoe het werkt, zoals de zonnepanelen. Maar dat het werkt, dat mogen we beamen. En dat het genoeg is, dat lezen we nu. Artikel 7, leest u mee. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen bevat. En dat al wat een mens heeft te geloven om behouden te worden, daarin voldoende geleerd wordt. Aangezien de gehele wijze van de dienst die God van ons eist, daarin uitvoerig is beschreven, is het aan de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de heilige schriften. Ja,
was het een engel uit de hemel, zoals de apostel Paulus zegt in Galaten 1 vers 8. Het is verboden aan het woord Gods iets toe te doen of daarvan af te doen. Waaruit duidelijk blijkt dat hetgeen daarin geleerd wordt zeer volmaakt en in alle opzichten volledig is. Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods. Want de waarheid gaat boven alles, noch het grote aantal, noch de ouderdom, noch de onderbroken voortgang in de tijden, of de opvolging van personen, noch de concilies, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en lichter dan een ademtocht. Daarom verwerpen wij uit de grond van ons hart al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Zoals de apostelen ons geleerd hebben. Beproef de geesten of zij uit God zijn. En, indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. Tot zover.
na de verkondiging zingen we uit Psalm 25 en daarvan vers 2 en ook vers 4. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook de goedheid van de Heer kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing en die dwalen brengen in het rechte spoor. Van 25 vers 2 en 4 naar de verkondiging. En het thema voor de preek is sola scriptura. Dat is een van de drie pilaren van de reformatie. De meeste zal er een lampje gaan branden, sommigen misschien niet. De reformatie had drie pilaren. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide, alleen door het geloof. Sola gratia, alleen uit genade. Sola scriptura, alleen Gods woord. Dat is belangrijk. Dus sola scriptura betekent alleen Gods woord. Twee punten. Wat we nodig hebben, staat erin. Wat wij bedenken, toetsen we eraan. Wat we nodig hebben, staat erin, aan het begin van artikel 7. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen bevat. En dat al wat de mens heeft te geloven om behouden te worden, daarin voldoende geleerd wordt. Wat we nodig hebben, staat erin. En wat wij bedenken, toetsen we eraan. Bijvoorbeeld aan het einde van artikel 7. Daarom verwerpen wij uit de grond van ons hart al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, zoals de apostelen ons geleerd hebben. Beproef de geesten of zij uit God zijn. Sola scriptura. Wat we nodig hebben, staat erin. Wat we bedenken, toetsen we eraan. En gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die vanmiddag hier in de kerk bent en u die op afstand met ons verbonden bent. Vorige week zondagmiddag, weet u het nog? Toen stond die opa met zijn kleinzoon bij het raam. Ze keken zo uit over de tuin. En die opa die stelde een paar vragen aan die kleinzoon. Weet je het nog? Wat wil je bereiken? Nou, ik wil die opleiding doen. Ik wil dat werk gaan doen. Ja, en dan? Misschien een relatie, kinderen. Verder groeien in mijn werk. En dan? Nou, misschien nog een keer verhuizen. Voor mezelf beginnen. En dan? Ja, op tijd met pensioen. Even genieten hopelijk. En dan? Ja, dan sterven. En dan? En toen viel ons iets op, hè? Dat die jongen heel veel wijze dingen zei, dat hij nadacht over de toekomst, maar er miste iets in. God, Jezus, geloof. En die jongen die had er nog even over doorgesproken met zijn opa. En een week later is hij weer op bezoek. Hij denkt, ja, opa kan wel vragen stellen aan mij, maar nu wil ik ook wel eens een vraag stellen aan hem. Opa, wat zijn eigenlijk de hoogtepunten en de dieptepunten in uw leven? Als u zo terugkijkt. Ja, jongen, hoogtepunten. Ja, dat ik met oma ben getrouwd. Dat we 3 gezonde kinderen hebben gekregen. 8 kleinkinderen. Ja, dat zijn toch wel de hoogtepunten. En de dieptepunten, ja, ik herinner me nog goed dat ik zo ziek was toen ik 50 was. Ik dacht dat ik het niet zou halen. En oma is 2 jaar geleden gestorven, dat is toch ook echt een dieptepunt. En die kleinzoon die kijkt naar hem en die durft het nog niet te zeggen, maar die denkt, ja opa, u zegt zelf ook niks over God en geloof, hè. Maar terwijl hij dat denkt, is opa hem al voor, want opa zegt, ja jongen, ik vergeet denk ik toch een belangrijk ding. Misschien wat grootste hoogtepunt. Dat was toen ik een keer in de kerk zat. Ik was denk ik een jaar of 19. Ja, ik las wel eens uit de Bijbel. Ik hoorde die preken wel eens. Ik vond die dominee niet zo boeiend en zo. Het zei me niet zoveel. Maar die zondag preekte hij over de verloren zoon. En het was net alsof het recht in mijn hart kwam. Het kwam binnen. Het ging over mij. En die zondag mocht ik de Heer Jezus omarmen. Naar vluchten en vond ik in hem alles wat ik nodig had. Ja jongen, je zou het zo kunnen samenvatten. Vroeger was dat woord, dit boek, voor mij een bijbel. Voor de bij. Maar nu is het de hoofdzaak. Het is mijn schatboek, mijn kompas, mijn levensgids geworden.
daarin vind ik nou alles wat ik nodig heb. En jongen, als ik dan kom te overlijden, dan wil ik graag opgebaard worden met gevouwen handen. En onder die gevouwen handen wil ik graag mijn Bijbel. Zodat iedereen kan zien, daar heb ik nou alles in gevonden wat ik nodig had. Want wat ik nodig heb, staat daarin. En dat is precies ook wat de Nederlandse geloofsbelijdenis ons aanreikt in artikel 7. Wij geloven, lazen we net, dat deze heilige schrift, de kanonieke boeken dus, de wil van God volkomen, volledig bevat. En dat alles wat een mens moet geloven om behouden te worden, dat daarin staat. En dat het voldoende geleerd wordt. De Bijbel is genoeg. Natuurlijk zijn er vast ook al mensen die dan gelijk denken, ja, wacht even. Maar wat als mensen niet kunnen lezen? Of ze hebben geen Bijbel? En wat moet je met getuigenissen dat mensen gaan geloven door een droom of een visioen? Ja, dan kan het helpen om te begrijpen wie dit geschreven heeft en in welke context hij dat geschreven heeft. Want degene die dit schrijft, dat is Guido de Bray. En Guido de Bray, dat was een trouwe kerkelijke jongen, verbonden aan de kerk van Rome. Maar de Bijbel was voor hem eigenlijk een gesloten boek. Bijbel lezen, dat doen gewone gemeenteleden niet. Dat doet de priesters. Dat doen de geestelijke leiders. Het gewone kerkvolk. Nee hoor. Maar ja, Guido de Bray was glasschilder. En hij was veel bezig met glas in loodramen. Ja, als er een nieuwe kerk gebouwd werd, mocht hij soms een prachtig glas in loodraam maken. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel weten wat je moet maken. Dus noodgedwongen las hij de Bijbel. Want ja, je moet toch weten wat er staat. En wat je moet maken. En terwijl hij dat ging lezen, greep het hem. Veranderde het hem. Het was alsof de Bijbel hem ging lezen. En als je dus Guido de Bray voorstelt en hij schrijft deze Nederlandse geloofsbelijdenis in die spannende tijd, Dominee van der Ree heeft er iets over verteld, dan is de Bijbel niet voor hem ja een van de vele vertalingen, waar stof op ligt, maar dat is een schat. Dat is kostbaar. Waardevol. En hij zegt dat is genoeg. Het is dus vanmiddag niet de context van, nou laten we nog even met elkaar vaststellen, dit is Gods woord, dit is genoeg, een droge werkelijkheid en klaar. Nee, Guido de Bray's hart ging kloppen voor dit woord, omdat het hem geraakt had. En dat is de toonzetting van dit artikel. Gods woord is kostbaar. En dat is de toonhoogte waarop wij hopelijk vanmiddag ook komen. Dat je niet straks de kerk uitgaat en zegt, nou, de dominee heeft het mooi gezegd, Gods woord is Gods woord. En een droge leer is het en verder klaar. Nee, het is genoeg. Omdat er kracht in zit. En waarom moeten we eigenlijk vanmiddag daar zo de vinger bij leggen? Nou, Guido de Bray schreef dat in een bepaalde context. Hij had als het ware twee fronten. En binnen die twee fronten wilde hij duidelijk maken wat het woord van God nou voor hem was. Hij had te maken met de kerk van Rome. En Luther die heeft nog wel geprobeerd om de meningsverschillen die er waren te bespreken bij een open Bijbel, maar in de kerk van Rome vonden ze dat lastig. Wij als kerk hebben geleerd vanuit dat woord dat het zo en zo is. En wie ben jij als eenvoudige glasschilder? Dat je dat anders moet zien. Of Luther, als eenvoudige monnik, dat jij het anders ziet. Dat is toch nergens voor nodig. Je bent ook maar een mens. En het gevolg was dat Guido de Bray er tegenaan liep dat traditie boven Gods woord kwam te staan. Dat wat de paus had gezegd, dat de kerk van Rome had vastgesteld, dat dat ging heersen over Gods woord. Misschien is op ons dan niet meer zo van toepassing wat toen gebeurde. Maar ik denk wat in het verleden gebeurde, dat het vaak zo ook hier en nu kan gebeuren. Wat bedoel ik nou? Dat traditie, dat een paus, wat een dominee, wat een mens gezegd heeft, dat gaat heersen over Gods woord. En dat ervoor zorgt dat je Gods woord niet meer helder ziet. Dat mensen zeggen, wat je ergens gelezen hebt in een boek, dat je
je dat boven Gods woord stelt. Is dat misschien nog steeds van toepassing? Want die dominee heeft dit of dat gezegd toen je jong was. En daardoor hoor je wel in Gods woord zeggen, bekeer je en geloof het evangelie. Maar jou heeft het zo geraakt dat hij zei, ja, maar je moet eerst uitverkoren zijn. En dat hou ik je heel de tijd al in de greep. Maak je dan misschien Gods woord groter met de belijdenis? Dat wat die dominee zei, groter dan Gods woord? Traditie, zo ben ik opgevoed. Dus wat je vader zegt, laat je misschien wel heersen over wat de Bijbel zegt. Ik kan best wel schuren dan vanmiddag, toch? Het andere front waar Guido de Bree mee te maken had, was het front van wederdopers. Ik ga er niet diep op in. Maar je zou kunnen zeggen, dat is de radicale reformatie. Die zeiden, wat mooi dat de reformatie ons de Bijbel gegeven heeft. Dat we verlost zijn van de paus van Rome. Maar nu moeten we eigenlijk ook nog van de papieren paus af. Want ja, we moeten vooral ervaren dat de geest tot ons spreekt. Dat hij ons rechtstreeks duidelijk maakt wat hij wil. Ja, en als Gods woord, is het goed hoor. Dat kan soms hinderen en daarom moeten rechtstreeks moeten er dingen ingegeven worden. Visioenen, dromen, dat is belangrijk. Er moet openbaring bij komen. Ja, ook dat is misschien iets wat vanmiddag op afstand staat. Maar komt u dan zelf nooit iemand tegen die zegt, ja, ik heb dit ervaren en dat is voor mij de waarheid. Heeft u als iemand gesproken die zei, ik ervaar dat ik zo'n grote zondaar ben. En ik voel dat er voor mij eigenlijk geen genade is. Terwijl de Bijbel zegt dat Gods genade nou alles overtreffend is. Efeze 2. Ja, dan kan het dus zijn dat jouw beleving belangrijker wordt dan wat de Bijbel zegt. Of wat als je een gevoel hebt van, ja, ik heb dat ervaren, dat is zo fijn. Ik voelde God zo dichtbij. En ik voel me bevestigd om die weg te gaan. Maar als je die weg naast Gods woord legt, dat het niet klopt, niet zuiver is. Ja, dan kan dat dus een ervaring zijn. En Guido de Bree zegt, de Bijbel is genoeg. Dat is de hoofdzaak, dat is onze hoofdmoot. Niet de traditie, niet onze ervaring. De Bijbel is genoeg. Is de Bijbel genoeg voor u en voor jou? Is dat nou werkelijk het richtsnoer geworden? Of zitten er nog dingen tussen? Ja, zegt iemand, ja, de Bijbel is genoeg. Ja, ik zeg soms, zegt de Bijbel maar wat meer. Ik begrijp niet alles. Was de Bijbel maar wat duidelijker over bepaalde punten? Ja, dan zit je soms met catechisanten aan tafel. En die hebben zo hun vragen. Wat mag je nou wel en wat mag nou precies niet? Bijvoorbeeld de zondag. Ja. Dan moet je op een gegeven moment zeggen, dit zegt de Bijbel en verder kunnen we niet gaan. Dit kunnen we zeggen, maar verder stopt het. En misschien verzucht je het wel eens. Had de Bijbel maar iets meer gezegd? Er zijn soms van die lastige vragen. En inderdaad, de Bijbel is niet uitputtend. Johannes die schrijft aan het einde van zijn evangelie, hoofdstuk 20. Hij zegt, als alle dingen beschreven zouden zijn, alle boeken van de wereld zijn niet genoeg. Om dat te vertellen. We weten niet alles van hoe het zit. Over Gods soevereiniteit en de verkiezing. Onze verantwoordelijkheid en het aanbod van genade. We weten niet alles precies. Maar de vraag van vanmiddag, de kernvraag is, kunt u het hier nou mee doen? Is dit genoeg voor u? Vindt u hier uw houvast in? Artikel 7 zegt met nadruk, het is helder genoeg en het heeft een doel. God heeft ons dit woord gegeven met een doel, met een bedoeling. Dit is beschreven, schrijft Johannes. Dit is geschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat is het doel. Dat is wat de Heer ermee wil. Het bevat niet volkomen waar wij allemaal behoefte aan hebben, wat wij allemaal als vraag hebben. Maar God in de hemel zegt, dit krijg je van mij.
dit weet. En dat is genoeg. De Bijbel is dus niet geschreven om wijsneuzen te creëren. Maar de Bijbel is geschreven zodat we God gaan liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Ja, dat is te makkelijk, zeiden twee studenten van Luther. Die gingen Luther toe en die zeiden, meester Luther, leg ons nou eens uit wat God gedaan heeft voor hij de aarde geschapen heeft. Want God is eeuwig, toch? Luther die keek ze aan en zei, ik heb een antwoord hoor. Hij was een hel aan het scheppen voor mensen die zich eindeloos met dit soort vragen bezighouden. Als jij de Bijbel alleen maar bevraagt op die punten waar je geen antwoord krijgt, of als jij misschien allemaal vragen hebt waarvan je zegt, ja, de Bijbel geeft me daar niet voldoende antwoord op, dan mag je dus vanmiddag beseffen, God geeft mij dit en dit is volgens hem genoeg. Hier mag ik zijn woord in lezen, hier mag ik zijn stem in verstaan. En als hij dit belangrijk vindt, ik weet dat er zijn die de Bijbel soms moeilijk vinden, zeg dan niet te makkelijk, ik snap het niet en dus lees ik het maar niet. Klop er liever langer op. En dat je zegt, Heere, als u dit voor mij belangrijk vindt, wilt u het me dan leren begrijpen? En misschien begrijp ik het nu niet, want ik ben nu nog 15. Maar misschien begrijp ik het al iets als ik 25 ben. En als ik 55 ben, dan valt misschien in één stad kwartje in dat hoofdstuk. Iemand die zei tegen Luther, ik vind de Bijbel zo moeilijk, hè? Luther zei, laat je dat nou niet aanpraten. De Bijbel is het makkelijkste boek dat ooit geschreven is. Ik denk dat er ook wel iets genuanceerd over denken. Maar als het gaat over onze redding, als het gaat over de noodzaak dat u, jij en ik gered moeten worden omdat wij zondaars zijn, als het gaat over de gewilligheid van God, hij zijn zoon gegeven heeft en met zijn geest in ons wil werken, dan is dat duidelijk. Het is toch duidelijk dat hij wil, dat hij ons zijn liefde geeft, dat wij het omarmen en zeggen, Heer, ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Het is genoeg. Ja, zegt een eerdere vertaling, een eerdere weergave van dit artikel, wij zijn schuldig om dit te geloven. Schuldig. Echt. Niemand kan ooit tegen God zeggen, niemand van ons. Heren, ja, ik ben niet behouden, want het was voor mij niet duidelijk genoeg. Het is genoeg, echt. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de Heer Jezus. Hij vertelt de gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. De meeste jongeren zullen die wel kennen, toch? Die rijke man, die leeft in voorspoed, geniet ervan. En die arme Lazarus, ja, die zit daar. Hij wordt gelikt door honden, onreine dieren. Maar op een gegeven moment sterven ze allebei. En die arme Lazarus, die mag in de schoot van Abraham zijn, in die hemelse heerlijkheid. En die rijke man, die slaat zijn ogen op in de hel. Waar er vuur is. Waar die smacht naar een druppel water. Waar hij op een gegeven moment ook zegt, laat dan iemand opstaan, laat Lazarus opstaan en naar mijn broers gaan om het ze te vertellen. Want dit wil je toch niet, ook voor mijn broers niet. En wat krijgt hij dan als antwoord? Nee. Ze hebben de boeken van Mozes. Ze hebben genoeg. Daar moeten ze het mee doen en wij hebben veel meer. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Had je niet, maar laat je hierdoor leiden. Ja, maar dominee, ik snap dat het woord van God kostbaar is. Dat ik er dankbaar voor mag zijn, dat het kracht doet, maar ik vind het voor mezelf soms lastig. Ja, dat woord van God spreekt ons soms ook tegen. En vertelt ons ook eerlijk waarom wij het nou niet zo goed begrijpen. De Bijbel vertelt ons, 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld, dat wij van nature de dingen van God niet begrijpen. Onze ogen dicht zijn, onze oren gesloten. En daarom, bid maar, Heere, open mijn ogen, zodat ik het begrijp.
zie. Open mijn oren, zodat ik het hoor. Open mijn hart, zodat het binnenkomt. En dan ga je erachter komen dat die opa heeft leren kennen. Ik vind hierin nou genoeg. En wat wij dan bedenken, dat toetsen we eraan. Tweede punt van de preek. Ja, zegt de opsteller, aangezien de gehele wijze van de dienst, dat wat God van ons eist, daarin uitvoerig beschreven is, is het aan de mensen, zelfs al waren het apostelen, zij die de Heer Jezus hebben gekend in hun leven, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al was het een engel uit de hemel, zoals de apostel Paulus zegt in Galaten 1 vers 8. Je mag er niks aan toevoegen. Ik weet niet of dat heel concreet is vandaag de dag, maar in Deuteronomie 4 wordt erop gewezen en in Galaten ook. Dat je blijkbaar iets eraan toe kunt voegen, iets eraan kunt aanpassen. En Paulus is verbijsterd. Die zegt, beste Galaten, dwazen, uitzinnige Galaten. Er is geen ander evangelie. En jullie zijn er wel naartoe gegaan. Wat is er gebeurd? Ze hebben gehoord dat het evangelie is dat God je uit genade redt. Maar ze gaan terug naar, je moet eerst de wet houden. En Paulus zegt, ja maar zo verdraai je het evangelie, zo pas je het aan. En hij is boos, verontwaardigd. Als iemand het aanpast, ja dan zegt hij niet, ach ja het kan gebeuren, moeten we snel corrigeren. Nee, dan zegt hij, die zij vervloekt. Ja, een engel van God zelf, als die komt en die zegt je wat anders. Ik heb zo'n bijzondere ervaring gehad. Die zei me, als dat niet in lijn is met de schrift, keer u dan. In Openbaring 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, zegt de schrijver, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem die plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek, van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens. Van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Paulus zegt, Johannes zegt, de Heere zegt, als je hieraan gaat morrelen, dan zet je je zaligheid op het spel. En daarom snap ik ook Mozes wel. Mozes in Deuteronomium 4, hij heeft met het volk bij de berg Sinaï gestaan. In Deuteronomium, tweede wetgeving, neemt hij afscheid. En hij herinnert ze eraan, Deuteronomium 4, dat God hen zijn woord gegeven heeft. En je proeft een diepe ernst in die woorden. Dat woord van God, zijn geboden, die heb je niet meer zomaar gekregen. Daar kun je niet zomaar wat mee doen. God meent het serieus. En Mozes die bindt die mensen op het hart. Neem het serieus. Er past eerbied. Want dit is zijn woord. Het woord is niet ver weg. Nee, zegt de Romeinen 10. Nabij u is het woord. In uw mond, in uw hart. Het woord dat wij verkondigen. En daarom wordt door Mozes ook verschillende keren opgeroepen. Luister Israël, hoor dit woord. En daarom past ons, als wij dit woord openen, als gemeente, maar ook persoonlijk, dat we zeggen, Heere, spreek. Ik hoor. Uw gemeente hoort. Nee, dus geen toevoeging, geen nawoord, geen voorwoord, niet iets extra erbij, ook dus niet in geloofsbeleving. Ja, ik heb het gelezen hoor. Ieder die tot hem komt, wordt niet uitgeworpen. Maar dominee, dan moet je toch eerst al een knik uit de hemel hebben gehad. Ja, staat dat er? Of is dat iets wat je erbij voegt? De Heere zegt, geloof het. Ieder die zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. En maar dominee, zou dat echt zo zijn? Moet ik dat niet eerst? Voeg je er misschien wat aan toe? Ja, hoe groot is eigenlijk onze Bijbel? Hoe groot is mijn Bijbel? Lees ik graag alleen de evangeliën en de geschiedenissen? Hoe groot is eigenlijk de Bijbel in de prediking? En moet ik dan als predikant ook niet zeggen, ja,
natuurlijk het liturgisch jaar, maar preek ik ook niet heel selectief? En krijgen wij ook niet een beetje een Bijbel in een Bijbel? Hoe zit dat precies? Natuurlijk, uit onderzoek blijkt ook, een onderzoek uit 2018, dat er allerlei verhalen zijn, geschiedenissen die extra kracht doen of die mensen voorop stellen. Geboorte van Jezus, Ark van Noach, barmhartige Samaritaan, David en Goliath, Mozes en het wiezenmandje. Top 5. Ja, voor ons is het ook wel een spiegel. Lees ik het hele woord. Ik snap ook wel, het is lastig. Je moet maar al die geslachtsregisters doorakkeren. Zegt dat ons wat? Je kunt je in ieder geval wel de vraag stellen, wat zou God ermee willen zeggen? Maar in ieder geval dit. Neem deze houding vanmiddag mee. Die houding van de dichter van Psalm 119. En 119 is een psalm die zegt, hoe geweldig is Gods woord. Hij heeft veel ontdekt. En die zegt, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Die dichter zegt, ik heb al zoveel ontdekt in dat woord. Ik ben al zo onder de indruk geraakt van wat God zegt. Ja, ik wil eigenlijk nog veel meer. Het geeft mij honger naar meer. Daar verlang ik naar. Neemt u dat alstublieft mee. Heren, open mijn ogen. Zodat ik echt zie, aanschouw, die wonderen van uw wet. Ja, de Bijbel heeft dus het laatste woord. En wat Calvijn zegt, is ondergeschikt. Wat Luther zegt, is ondergeschikt. Wat ik zeg, wat een dominee zegt, is ondergeschikt. Wat de kerkelijke vergadering besluit. Wat een concilie zegt. Wat een belijdenisgesticht zegt. Daaraan ondergeschikt. Ja, dat betekent dus niet dat je het aan de kant moet zetten. Kijk, Guido de Bret die onderschreef ook de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Hij neemt ook over wat we beleden hebben in Chalcedon in 462. Nee, de schrift is ons uitgangspunt. Dat is de hoofdmoot. Maar de rest, ja, dat hoort erbij, dat is afgeleid, dat is ondergeschikt gezag. Ja, het heeft wel gezag, omdat het zo vol wijsheid is, omdat het afgeleid is. Maar het is wel afgeleid. Artikel 6, we hebben het niet gelezen, legt de vinger bij de kanonieke en de apocryfe boeken. Dit zijn de kanonieke boeken. Je hebt ook apocryfe boeken, of deuterokanonieke boeken. Kanoniek betekent richtsnoer, richtlijn. Dat zijn de boeken waarin we Gods stem verstaan. Je hebt ook boeken die horen er soort als tweede bij. Dat is apocrief. Hoort er niet helemaal bij. En als je dat gaat lezen, dat mag. Dan merk je toch ook een verschil met deze kanonieke boeken. Misschien heb je wel eens de toevoegingen van Esther gelezen. Dan merk je een andere stijl. Dat ademt een andere geest. Of denk ook aan het boek Jezus Sirach. Als je dat leest, dan aant dat anders uit dan de Bijbel zegt. Er zit heel veel wijsheid in dat boek. Bijvoorbeeld dat je niet moet smakken tijdens het eten. Maar, ja. Maar er staat bijvoorbeeld ook een wijsheid in die niet strookt met wat de rest zegt. Als je bij een sterfgeval bent, moet u vooral niet rouwen. Stel u voor dat de buitenwacht er wat van vindt. Maar dat zegt de Bijbel helemaal niet. Dus het is goed om te lezen. Afgeleid. Het hoort erbij, het is ernaast. Of voor Tobias, of anders genoemd Tobit, dat boek. Er staat op een gegeven moment dat iemand last heeft van de duivel, van de boze geesten. En dan krijgt hij de opdracht, bak de lever en het hart van de vis. Dat gaat stinken. En van de stank daarvan zal de duivel verdreven worden. Nou, ik denk niet dat ik heel diep hoef uit te leggen dat dat dus niet bij Gods woord hoort. Je kunt dus dingen lezen, het kan goed zijn, maar dit is de toetssteen. Hier moeten we het mee doen. Natuurlijk, hè, u merkt dat ik de structuur van de preek ontleen aan de Nederlandse geloofsbelijdenis en ook de context ervan vertel. En dan zeg ik tegelijkertijd, het heeft afgeleid gezag. Hoe moet je dat zien? Ik denk dat je de geloofsbelijdenissen die we hebben moet zien als de strepen op de snelweg. Kijk, die snelweg, die weg, die kun je sowieso wel rijden, ook al zijn er geen strepen op. Maar waarom zitten die strepen erop? Dat is zodat de weg duidelijker wordt en dat is zodat je die weg veilig kan gaan.
niet om die weg heel anders te maken. Dat is juist om die weg te bevestigen. Nou, zo is de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels, de catechismes, zo willen dat strepen op de weg zijn, zodat je het geloof in geloof de weg kan gaan. Het kan misschien nu ook wel overkomen, wat mij overkwam. Als iemand die in de evangelische hoek naar de kerk ging en die zei, jullie reformatorisch ook altijd met die belijdenisgeschriften. Wij doen het gewoon alleen met de Bijbel. Oké, dat is goed. Maar wat bedoel je dan met de Bijbel? En wat bedoel je dan met God? Wat is Jezus dan? Geloof je dan in twee naturen of niet? Geloof je dat God drie enig is? En waar haal je dat dan vandaan? Staat toch nergens letterlijk in de Bijbel. En toen kwam hij er in één keer achter dat hij toch blijkbaar ook dogma's heeft, overtuigingen heeft, strepen op de weg heeft, waardoor je de weg van het geloof kan bewandelen. Ja, tradities zijn helemaal niet erg. Traditie, dat betekent ook overdragen. Zoals wij deze kerkdienst vormgeven, is ook een traditie. Maar als het goed is, een traditie, een kader, waarvan wij zeggen, wij geven de dienst zo vorm, dat dat die strepen zijn op de weg. Zodat wij dat woord van God ontvangen, horen en verstaan. En als je dan dingen tegenkomt in kerkelijke besluiten, in wat we gezegd hebben, als kerken, maar ook in de geloofsbelijdenissen, dan mag je daar dus de kerkenraad op aanspreken. Dan is de kerkenraad, ik heb dit in dit artikel gelezen, en volgens mij klopt het niet, want. Dan spreken we als kerkenraad erover, en als we het dan daarmee eens zijn, dan leggen we dat bij de klasses neer. En met de klasses kan het naar de particuliere synode, en dan de generale synode, zodat heel veel mensen daarover nadenken, van klopt dat? En wellicht dat het nodig is om dingen aan te passen. Kan het ook gebeuren. Het is belangrijk dat wij in onze kerkelijke traditie, in onze persoonlijke tradities, dat dat strepen zijn op de weg. Want Hosea heeft het verzucht. Mijn volk gaat ten onder omdat het geen kennis heeft. Daarom hoop ik, daarom was het mijn gebed voor deze dienst, dat deze preek, deze dienst, u zou helpen en u zou aansporen om thuis te raken in de Bijbel. Ik weet het, de Bijbel is niet altijd makkelijk. Sommige dingen zijn lastig. Sommige dingen begrijp je pas als je 80 bent. Maar dat maakt de Bijbel ook zo rijk. Ik hoop dat je thuis raakt in de Bijbel, zoals je, als je verhuisd bent, dat je thuis moet raken in dat nieuwe huis. En zoals een timmerman thuis raakt in zijn werkplaats. En zoals jij thuis raakt in een ander huis, zo hoop ik, zo is het mijn verlangen, dat je thuis raakt in Gods woord, zodat als je aangevochten wordt door de duivel, als je twijfel hebt in je hart, dat je dan kan doen wat de Heer Jezus deed. De duivel zei, is het niet wat God gezegd heeft? En de Heer pareerde dat. En vindt u het niet wonderlijk? Vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, gesproken heeft. En dat hij aan het kruis houvast vindt in dit woord. Hoeveel te meer mag dat een aansporing zijn voor ons om thuis te zijn in Gods woord. Dat je houvast vindt in Gods geboden, in zijn evangelie. Ja, en als er misschien nog iemand die de vinger legt bij het laatste stukje van artikel 7. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. 1 Johannes 2. Mag je dan een Jehovah-getuige niet bij je thuis op de koffie vragen? Jawel, dat mag. Want hier betekent dat als je dus iemand in je huis laat komen. Ja, je had vroeger geen kerk, geen kerkgebouw. Dat was in je huis. Als je iemand in je huis liet komen, dan betekende dat dat je iemand ook de vrijmacht gaf, de volmacht gaf, onderwijs ons maar. Nee, zegt Johannes, als iemand de ware leer niet brengt, geef hem geen ruimte om te onderwijzen. Want het is sola scriptura. En wij belijden wat wij nodig hebben, staat erin. Niet al onze antwoorden, al vragen worden beantwoord. Wat we nodig hebben, staat erin. En wat wij bedenken, hoe je als gezin het geloof vormgeeft, dat toetsen we daaraan. Tot slot.
paar maanden geleden stonden ze daar samen, bij het raam. Twee keer achter elkaar in een week. En opa vroeg de kleinzoon. En de kleinzoon vroeg opa. Nu is opa overleden. Die kleinzoon staat met gedachten bij de kist. En hij ziet het lichaam van opa daar liggen. Inderdaad, zoals opa het wilde. Handen gevouwen. Rustend op zijn Bijbel. Want opa vond daar nou alles in wat hij nodig had. Vlak voor de kist gesloten werd, pakte zijn vader die Bijbel. En hij gaf hem aan hem. Zijn jongen, opa heeft tegen me gezegd dat deze Bijbel voor jou is. Het is zijn wens dat jij hier ook in vindt. Alles wat je nodig hebt. Amen.
samen danken en bidden. Dank u wel, Heere, voor uw woord. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord, voor de diepte van uw woord. En dat we daar dingen uit mogen oprakelen, mogen opputten, mogen uitdiepen. Dank u wel dat u mensen daarvoor gebruikt, mensen met beperkte mogelijkheden, om uw woord helder en duidelijk door te geven. Heere, dat doen we als mensen, als predikanten, onderwijzers, school, als ouders thuis. Heere, wij zijn beperkt. We doen daarin ons best, omdat we daarin hebben gehoord. De stem van u, de levende God. Zegen ons dan, ieder die dat doet, in het vertolken van uw woord. Ook als we misschien komende week mogen getuigen. Ook als iemand ons tot verantwoording roept, wat we geloven. Geef ons dan de woorden om te spreken. Geef ons dan een goed woord van u te spreken. Zegen ons, Heer, als uw gemeente, als we verschillende manieren het woord op ons af mogen laten komen. In de erediensten, de catechesen, bijbelstudies, tijdens vergaderingen. Heer, ook de cursus waar mensen het christelijk geloof mogen ontdekken. Geef u zegen als dat ook komende week weer start. Zegent u Laurens, Roep en Thomas van Kruist en Wieke Esther Oostenbrink. Als zij daar hun gaven voor geven, hun tijd voor geven, zegen ze, de deelnemers. Geef dat uw woord mag opengaan en verlicht u dan verstand. Open ogen, open oren, open harten. Als uw woord binnenkomt en ons laat zien wie u bent. Heere, zegen ons zo. In de traditie waarin wij ons begeven. Onze belijdenissen, onze kerkelijke structuur, onze afspraken binnen de kerkenraad en de gemeente. Heere, laat het zijn als strepen op de weg, opdat wij het leven van het geloof zouden lopen. En als we daar het pad verliezen, dat we dan in onze gemeente mogen zien hoe we wel weer op dat pad komen. Heer, u weet ook van aanvechting. U weet dat de duivel het zaad zal willen wegpikken. Verbreek zijn werk. Geef het stemmen in ons hoofd dat hij niet de boventoon voert, maar dat uw woord zijn kracht zal doen. Vandaag en ook in de komende week. Machtige Heere, gaat u zo verder deze dag met ons mee. Zegen ons de komende week. Help ons om het woord te hanteren als een zwaard. Als een lamp. Laat het zaad zijn wat ontkiemt, wortel schiet, groeit en veel vruchten draagt. En laat dat dan mogen zijn tot de eer en glorie van uw naam. We danken u, Heere, dat u zo duidelijk maakt dat u zondaars lief heeft. En dat u een ieder die in u gelooft, eeuwig leven geeft. Dank u wel dat u uw woord waar zult maken. Zegen ons zo. Ook als ze misschien het allemaal lastig vinden. Of als er nog vragen zijn. Heren, wij zijn kleine mensen. Regeer in ons al uw kracht. Onze mooiste dag, maar ook in onze zwartste nacht. Wij prijzen uw naam, Heer. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heren dienen met uw gaven. Vervolgens zingen we opnieuw uit Psalm 105, daar begonnen we mee. Het trouw van Gods verbond, dat hij zijn woord houdt. En daar zingen we nog een keer over. En nu dan het 6e en ook het 24e vers.
ontvang binnen de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u.